MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Supergame en Keno Media. Deze keer in MVV TV Magazine. Is Mitchell Keulen te gast op de bank bij Stefan? Ja, prima. Sinds de overstap eigenlijk alleen maar goed ontvangen door de mensen hier. Gaat Frans Steunens op bezoek bij oud-MVV-speler Jean Maas? Ja, Jo Bonfrère is heel belangrijk voor me geweest. Vertelt Rob ons weer een prachtig verhaal uit het verleden. Eén keer heeft MVV meegedaan aan een Europese competitie. Stellen we 25 vragen aan Mitchie en Telo. Ajax, Feyenoord of PSV? Feyenoord, voor de sfeer. Heeft Jurgen een gesprek aan de bar met terugkerende Stijn Vullings? Ja, dat streelt je natuurlijk wel. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet gaat zweven of naast je schoenen gaat lopen. En gaan we lasje trappen met Marco Kleinen. drama. Ja, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van MVV TV Magazine, zo vlak voor kerst. Jullie zien het al aan mijn outfit. Deze aflevering die ga ik doorbrengen met Mitchell Keulen. Mitchell, welkom. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, zeker. Mitchell, vertel eens, je bent nu een half jaar MVV'er. Hoe bevalt het? Ja, prima. Sinds de overstap eigenlijk alleen maar goed ontvangen door de mensen hier. Mensen op kantoor, spelers, staf, noem maar op. Dus prima. Ja, hoe is de sfeer in de groep? Ja, een goede groep. Bijna allemaal wat jongere jongens. Dat trekt wat makkelijker naar elkaar toe. Maar ja, de sfeer is top. De sfeer is goed. Geen gekke dingen. Iedereen kan met iedereen een beetje overweg. Dus niks te klagen. Heel goed. We gaan zo meteen verder praten. Maar we gaan eerst het woord geven aan onze grote vriend Frans Steunens. Want die is in de rubriek Boezienze gebleven op pad gegaan met Jean Maas. Boezienze toch gebleven. En ik heb weer iemand gevonden in Steen, in het Steenabos. En als ik achter me kijk, is dat wel een hele belangrijke. Let op. Zo, ik heb 9 jaar bij MVV gevoetbald, hè? 9 jaar gevoetbald en 8 jaar trainer geweest. 8 jaar trainer van het tweede elftal, hè? De belofte hadden dat. De belofte en de assistentbediers toch wel. Zeg zo, en met wie heb je gevoetbald al bij MVV toen in die periode? Wie ik pas aankwam, waren Peter Gerrits en Kritje Baatsen de keepers. Bert van Marwijk, Bert van de Poppen, Willy van Bommel, dat was een beetje de Hollanders van de stijl. Ja. Een paar, en de rest waren van algemeen Limburgers, hè? Hans Linders, Johan Dijkstra, Jo Kwaade, Zo Columbijn. Ja, noem maar op. En zo, en nou MVV, ja, toen kwam een andere carrière, toch? Of niet? Nou, ik ben altijd semi-prof geweest. Hè? Ja. Ik begon studeerde ik nog in Tilburg Sportacademie. En toen ben ik ook gymleraar geworden. Op Groenewald, Bisschop Schwal van Nederland. Daar zit ik nog steeds. Pas mijn 40-jarig onderwijsjubileum gevierd. Jo, en wie is niet gevraagd, komt dan zing je zo. Ja, dat kost toen nog niet. Dat wat het vat zit, dat verzuurt niet. Dat kan komen. De maatste 50 volgers is toen hadden gekeken. En wat betreft het zo gaan doen toen? Toen ben ik, na het voetballen ben ik trainer geworden, van tweede. En bij MVV gedoen wordt, ben ik in amateurs terecht gekomen. En toen ben als ik ook trainer? Als trainer, inderdaad, ja. Toen ben ik ook fulltime in het onderwijs gebleven. En als trainer ben ik op verschillende plaatsen geweest, amateurclubs. Ben begonnen bij IJsde, toen IVS, Groene Ster, Cesar. Niet de mensenclubs in Limburg, ja? Nee. En toen ben je trainer geworden, maar toen ben je assistent trainer geweest in het buitenland. Hè? Ja, Jo Bonfrère is heel belangrijk voor me geweest. Hij heeft me op de eerste plaats min of meer gescout voor MVV. Dus via Jo ben ik toen bij MVV terechtgekomen vanuit Cesar. En op een later tijd ben ik weer eens tegengekomen bij een wedstrijd van PSV. En op dat moment was trainer van Zuid-Korea. En toen heb ik hem gezegd van, nou, als je nog eens naar Boeteland geweest en zoek een assistent, dan denk maar samen. En op een gegeven moment zat ik samen met hem in China. En dat was een geweldige ervaring. Wat is er het allerbeste bijgebleven van de carrière bij MVV, Gatjoens, of in het buitenland? Wat? Vertel het dus. Het allermooiste moment voor mij, wie we promoveerden in 1988 in de nauwcompetitie naar de Eredivisie. Ik was toen aanvoerder en ik heb toen op de Vriethof het volk mogen toespreken. Ja, dat is een geweldige ervaring. Zo Zwart van de Lu. Wie wordt trainer?
Frans Körber. Frans Körber wordt trainer. Ja, daar word je gewoon bij. Hij stond te zingen op het pier. Ja, weer achter dich. Ja. Ben je ook in een keer. We gaan Europa in. Dat is helaas niet gelukt. Ja, ben er wel. Hè. Maar, ja. Ik, maar dat was het schoonste moment. Dat was voor mij heb ik de beste herinnering. Ja, en in de buitenland. Heb ze daar een prestatie met jou in de neergezet? Of gaat of, nou, van Zinderveerde geworden in de hoogste divisie van China. Dus op zich wordt het een goede prestatie. Alleen we gingen voor nog meer. Dus, maar alleen het feit om dat met te kunnen maken is al geweldig natuurlijk. Hé, hey, zo, ik ga je een hand geven. Ja. Ik vond het geweldig weer dat je hebt ontmoet. En ik wens je nog in ieder geval gezond jagen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En voor alles wat we ons een keer zien bij MVV. Ja, absoluut. Daar heb je genoeg de tijd voor. Dus ik kom lekker bij MVV weer. Ja. En daar hoop ik tegen ook te zijn. En in goede gezondheid. Sjalke Maas, toppertje. Beste supporters en sponsors, bedankt voor de steun tot nu toe. Daar verdienen jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Dankjewel. Ja, Mitchell, je raakt geblesseerd aan het begin van het seizoen. Ja. Lijkt me een flinke domper. Neem ons even terug naar dat moment. Ja, dat was Telstar thuis. We beginnen eigenlijk goed aan de wedstrijd. Op een gegeven moment valt gewoon een bal ertussenin. Ik ga voor een tackle. Die jongen komt eigenlijk aanlopen. Op het laatste moment gaat hij eigenlijk een beetje door zijn knie heen. En daardoor zet ik mijn tackle eigenlijk in tegen hem aan. En hij valt met zijn knie tegen mijn ribben aan. Wat je eigenlijk helemaal zo denkt van, ja, gewoon een botsing gebeurt, weet ik niet te vaak. Niks speciaals, niks geks. En met opstaan, met recht, voel ik eigenlijk al meteen van, ik krijg geen lucht. Maar ja, dan denk je altijd van, ik krijg gewoon een klap in je onderbuik. Je adem is even weg, doe je even rustig, loop je wat. En daarna komt dat wel terug. Ja, de fysio is wel op dat moment al bij me. Dus echt van, ik krijg geen lucht, dus dan ga je naar achter hangen. Maar toen voelde ik ook wel van, mijn ribben, dat zit niet helemaal lekker. Maar dan ga je in het veld af, loop je wat, denk je van, kom maar goed, dat gaat wel. Pak je paracetamols, moet je wat lopen en komt wel goed. Weer ingevallen, een paar ballen gehad. Ja, op een gegeven moment lucht helemaal weg, niet meer kunnen rechtlopen. Dan weet je eigenlijk al van jezelf ook hoe jammer het is van, ik moet de wedstrijd staken. En dan ga ik het kleedlokaal in. We moeten toch een foto maken. We denken misschien gebroken ribben, heel misschien een klaplong. Dan heb je wel al zoiets van, is toch al wel wat heftiger dan dat het misschien uitzag aan wat je zelf denkt. Ja, dan ga je zitten, iedereen gebeld en dan... uiteindelijk heb je zoveel pijn dat je gewoon op de grond moet gaan liggen, dat je met de ambulance naar het ziekenhuis moet. Zo. En dan, dan lig je 4 dagen in het ziekenhuis met een aantal gebroken en gekneusde ribben en een klaplong. Het lijkt me een enorme domper, omdat je in het begin van het seizoen zit, je wilt je basisplek behouden. Ja, precies, dat was het ook. Je komt natuurlijk van een andere club af, je bent nieuw, dus je wilt je graag bewijzen. Je wilt graag laten zien wat je kan, waarom je naar deze club bent gekomen. Nou, als er zoiets gebeurt, dan is dat natuurlijk niet leuk. Ja, ja. Nou, laten we het eigenlijk ook over leukere dingen gaan hebben. Zeker. Maar we gaan eerst een stukje historie erbij pakken. Want we gaan het nu hebben over de internationale wedstrijden van MVV in de Intertoto. We zijn weer in het stadion De Geuselt bij de historische kasten van de werkgroep Historie MVV van de vereniging MVV Maastricht. We verzamelen allerlei materialen die te maken hebben met de historie van deze mooie club. Vandaag hebben we een apart vaantje. Het vaantje dat hier staat is van Örebro. Daar zit een heel verhaal aan vast. Mensen zeggen wel eens, MVV heeft nooit in Europa gevoetbald. Dat is niet waar. 1 keer heeft MVV meegedaan aan een Europese competitie. Die Europese competitie heette de Intertoto-competitie. En in 1967 was die door de UEFA gestart en in 1970 deed MVV daaraan mee. Tegen welke ploegen speelde MVV? MVV speelde tegen het Tsjechische Žilina, het Belgische Waregem en het Zweedse Örebro. Alle ploegen, 52 ploegen, waren verdeeld in een B-groep en een A-groep. Er waren 5 pools in de A-groep en 8 pools in de B-groep. En MVV speelde in de A-groep. MVV speelde dus een uit- en een thuiswedstrijd tegen alle ploegen. 6 wedstrijden in totaal tijdens de zomer. Op het einde van deze kleine competitie werd de stand opgemaakt en daaruit blijkt dat MVV in de Intertoto-competitie als nummer 1 in de pool was geëindigd. Het betekende niet dat je verder ging, want er waren geen vervolgrondes. Dus het hield na deze 6 wedstrijden tegen deze internationale tegenstanders hield het op. De thuiswedstrijd van MVV tegen Örebro leverde voor MVV een 4-0 overwinning op. 1-0 Peter Pluijmakers,
2-0 Willy Brokamp, 3-0 Kootje Prins en 4-0 opnieuw Willy Brokamp. Dat waren nog eens tijden. MVV ging toen echt Europa in. Te zien in de historische kasten. Beste supporters, ik wens iedereen een gelukkig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Hopelijk tot volgend jaar. Ja, Mitchell, je hebt je rondje Zuid-Limburg inmiddels al gehad, hè? Want ja. Als we jou googelen, dan heb je gespeeld bij de jeugd van Fortuna. Ja, klopt. Uiteraard bij Rode JC je debuut gemaakt. En nu dus MVV. Ja, vertel eens iets over dat stukje historie in Zuid-Limburg van jou. Volgens mij toen ik 6 was, ben ik naar Fortuna gegaan. Mede omdat daar iemand in de jeugd rondliep die mij kon. Mijn vader kon, mijn ouders kon. En die had wel zoiets van, dat jongetje dat kan wel aardig voetballen bij ons in de buurt, gewoon bij de amateurclub. En zodoende de stap gemaakt, eigenlijk alle jeugdelftallen doorlopen. En toen moest ik bij Fortuna weg. Er was toen geen tweede elftal meer. Ze hebben de overstap naar Roda gemaakt. Bij het tweede elftal terechtgekomen, daarna doorgeschoven naar het eerste. Wat je zegt, met debuut gemaakt. Daarna een beetje verdwenen eigenlijk van de plannen van de trainer. En toen de overstap naar hier gemaakt. Ja, dat is een gevoelige overstap natuurlijk. Ja. Hoe heb je die beleefd? Ja, ik heb zelf eigenlijk alleen maar positieve berichten gekregen natuurlijk van de mensen om je heen. Tuurlijk heb je altijd mensen die het niet zien zitten of ze denken van wat maakt hij nou voor overstap of wat doet hij nou. Maar die mensen heb je altijd, dus daar hou ik me eigenlijk zelf niet zo mee bezig. De positieve berichten zijn leuk, de negatieve heb je ook, daar moet je ook mee omgaan. Ja. Voel je je dan gesterkt dat je bijvoorbeeld met meerdere jongens de overstap van Roda naar MVV gemaakt hebt? Ja, tuurlijk. Ik denk dat die jongens een beetje in hetzelfde schuitje zaten als ik. Weinig speelminuten, geen kans op speelminuten. Ja, dan ga je kijken, wat zijn mijn opties? Wat is het beste voor mijn carrière? Waar kan ik naartoe? Ja, nou komen we toevallig bij MVV uit, de rivaal. Maar ja, het had net zo goed een andere club kunnen zijn. Dus. Ja, duidelijk. We gaan zo verder, Mitchell. Maar we gaan eerst naar een collega van jou. Dat is Mitchie Entelo. En die heeft 25 vragen beantwoord. Daar gaan we, Mitchie. Ben je er klaar voor? Yes. Ja. Daar gaan we. 25 vragen ook voor jou en je moet overal eerlijk antwoord op geven. Oké, geen probleem. Manchester City, Bayern München, Barcelona of Paris Saint-Germain? Bayern München. Puma, Adidas of Nike? Adidas. Welke MVV-tenue vind je mooier? Het zwarte uitshirt of het rode thuisshirt? Zwart. Netflix, Videoland of gewone televisie? Netflix. Gerard Joling of Gordon? Gordon. NOS-journaal of Temptation Island? Temptation Island. Porsche of Ferrari? Ferrari. Big Mac of frietje mayo? Big Mac. Bioscoopje of terras? Terras. Kunstgras of natuurgas? Natuurgas. Zwart, bruin, rood of blondine? Zwart. Een luie strandvakantie of een avontuurlijke rondreis? Avontuurlijke rondreis. Messi of Ronaldo? Ronaldo. Vlees of vegetariër? Vlees. Apple of Samsung? Apple. Voetballen bij regen of bij droog weer? Droog weer. Nederlandse stampot of liever iets uit de Thaise keuken? Thaise keuken. Een goed boek, voetbaltijdschrift of gamen? Voetboek. Biertje, cocktail of frisdrank? Frisdrank. Ajax, Feyenoord of PSV? Feyenoord, voor de sfeer. Club Brugge, Genk of Standard Luik? Standard Luik. Glas half vol of half leeg? Half vol. Zelf voetballen in Engeland, Duitsland of Spanje? Spanje. Wintersport of zomervakantie? Zomervakantie. Een appartement of een huis? Een huis. Borsten of billen? Borsten. En jouw grote voorbeeld op het voetbalveld is? Mbappé. Ja. Wil je nog ergens op terugkomen op de verhalen? Wil je iets uitleggen of is het goed zo? Nee, het is in orde. Okay. Dankjewel. Is goed, alsjeblieft. Tot zover de vragen aan Mitchie. En we gaan weer verder met de vragen aan jou, Mitchell. Want als je jezelf moet omschrijven, wat voor speler ben jij dan? Ik ben een linksback die graag meedoet aan de aanval. Graag opkomt, graag betrekt bij het veldspel. Ik denk wel een jongen met wat goed kan lopen, goede longinhoud. Ook wel een goede trap, goede paas. Ik denk dat ik daar mezelf wel in kan onderscheiden. Wat zijn de punten nou waarvan jij zegt, daar wil ik mezelf echt in verbeteren? Ja, ik denk dat we, als we even naar het algemeen kijken, dat we als algemeen gewoon te wisselvallig zijn. En dat kun je ook terugvertalen naar elke speler individueel. Dus dan zeg ik minder wisselvallig worden en gewoon een sterke lijn blijven doortrekken. Ja. Je hebt ook even, bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Top Os, zag ik je op rechtsback aan de bak. Is dat dan uit nood geboren of heb je dat vaker gedaan?
In de jeugd kom je wel eens heel gek daaruit, maar voor mijn gevoel was het nu meer noodgebonden, omdat Marco Kleine natuurlijk uitviel. Mm. En dan gaat de trainer kijken wat zijn mijn opties, wat kan ik. En dan kom je een keertje daaruit, het is niet anders. Ja, is dat dan heel onwennig? Ja, dat is zeker wel even in het begin. Je doet natuurlijk alles tegenovergesteld. Links weet je hoe je moet staan, wat je moet doen. En nu moet je het natuurlijk allemaal tegenovergesteld, gespiegeld gaan doen. Dus daar moet je wel wat meer bij nadenken. Ja, maar verandert het dan iets in het verdedigen? Want het verdedigen in de tuin, meelopen met een man, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Ja, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Je hebt natuurlijk gewoon de buitenspeler waar je tegen staat. Dus dat verandert niet zo. Alleen je staat nou aan de andere kant. Ja, je moet met je andere been misschien ook verdedigen. Je staat met je andere been af. Dat wel. Dus ja. Was even wennen, maar goed. Ja, okay. Zo. Duidelijk. We gaan even naar de bar, want daar zit Jurgen Simon met niemand minder dan de teruggekeerde Stijn Vullings. Ja, vandaag aan de bar hebben we Stijn Vullings, een nieuw, maar toch ook vertrouwd gezicht. Ja, een beetje schijnbare tegenspraak, maar je was hier 15 jaar en nu weer terug. Na een uitstapje naar Venlo. Klopt inderdaad, ja. Ik heb 2 jaar bij VVV Venlo gezeten en nadat ik hier bijna 15 jaar in dienst was. Op verschillende functiegebieden, communicatie, MVO. En nu ben ik weer terug en mag ik de functie uitoefenen van manager relatiebeheer en MVO. Ja, dat relatiebeheer, dat is contact met sponsoren, zie ik zo voor me. Hoe ga je dat inrichten of hoe wil MVV dat inrichten? Ja, dat is met name heb ik de focus op de bestaande partnerrelaties. Dus het feit dat je partners binnenhaalt, dat is de ene kant van de medaille, maar de andere kant van de medaille is ze ook binnenhouden. Veel contact zoeken met partners. Dat kan door bezoekjes, maar dat kan ook via mail, telefoon, netwerkactiviteiten ontplooien. Natuurlijk wel een hele uitdaging in deze coronaperiode. Maar daar ga ik mijn beste beentje voor zetten. Ja, en ook maatschappelijk. Hè? Dat deed je ook bij Venlo. Voorheen ook bij MVV. Dat ga je nu ook weer meer vorm geven. Ja, klopt inderdaad. Vanaf 2010 zijn we destijds hier bij MVV Maastricht echt volledig aan de slag gegaan met het maatschappelijke. Daar hebben we een aantal leuke en mooie projecten ontwikkeld. Die bestaan nog steeds. Maar daar zit niks boven, zeg maar. Bij Venlo heb ik het mogen ervaren dat er een aparte stichting is. De VVV Foundation, daar heb ik mogen rondlopen, daar heb ik mogen meekijken, daar heb ik een aantal zaken voor mogen ontwikkelen. En het idee is om hier ook een aparte stichting te ontwikkelen, om die belangrijke maatschappelijke rol die MVV als club hier in de stad en in de regio heeft, om die nog verder te gaan uitbouwen. De reacties op je terugkeer, ja, die waren best wel positief als ik het zo mag omschrijven. Ik kan me indenken dat je je een beetje gevleid voelt. Ja, dat streelt je natuurlijk wel. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet gaat zweven of naast je schoenen gaat lopen. Want dat waren echt heel veel leuke en mooie en positieve reacties. Dat zegt wel dat men je in de bijna 15 jaar die ik hier heb gezeten toch op een bepaalde wijze positief heeft ervaren. Of dat we positief hebben samengewerkt. Dat wil ik graag continueren hier. En daar zal ik ook alles aan doen om dat zo te laten blijven. Ja, je woont in Noord-Limburg. Dat betekent iedere dag een uurtje heen, een uurtje terug. Naar Venlo, dat was naar VVV. Hè? Dat was maar 10 minuten rijden. Kwartiertje. Je bent nu ook papa van 2 kindjes. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat is natuurlijk wel een keuze, een bewuste keuze die je maakt. Als je naar Maastricht gaat, dan is het wat verder rijden. Het is een goed uurtje. Maar ik zet een muziekje op in de auto of ik bel een aantal partners. Dat is natuurlijk ook een mooie gelegenheid per dag, bijna 2 uurtjes die je daaraan kan besteden. Dus en ik vind rijden niet erg. Lekker relaxed, zolang je maar niet in de file hoeft te staan, dan is dat allemaal goed te doen. Ja. Ja, dank je voor je antwoord. Ik kan alleen maar zeggen, veel succes en welkom terug. Dank je wel. Happy Christmas, Happy New Year. I hope we can see you the next year to the field. Thank you. Heb je bepaalde hobby's of bezigheden waar je mee bezighoudt zo door de week? Nee, ja, voetballen. Ja? Ja, nee, ja. Voetballen. Gewoon, ja, voetbal is mijn passie, wat ik leuk vind, vanaf kleins af aan gedaan. Dus ik ben ook jeugdtrainer. Waar ben je jeugdtrainer? Bij RKMVC.
Oké. In Mechelen. En welk team train je dan? De onder-19. In het begin van het jaar ben ik eigenlijk bij het eerste erbij gekomen om ze uit te helpen. Mm-hmm. Omdat ze geen keeper meer hadden, is de trainer op doel gaan staan. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje assistent van de assistent geworden. En waar je woonsituatie? Woon je in Maastricht? Nee, ik woon gewoon thuis in Nieswieler, Wittem. Oké. Dus woon je samen? Nee, ik woon gewoon thuis bij mijn ouders. Bij je ouders nog? Ja. Oké. Wil je wel plannen om op korte termijn? Nee, nog niet. Nee gewoon nee, lekker... Ja, dus 20 minuutjes rijden van de 4, dus... Mm. Nog niet genoodzaakt om te verhuizen, dus goed naar mijn zin thuis. Ja, lekker man. Oké. Goed zo, we gaan weer naar een collega van jou. We gaan naar Marco Kleinen, want die gaat samen met Kenneth latje trappen. Daar gaan we Marco. 3, 2, 1. Drama. Ja, jij dacht dat het een oefenpotje was. Ja, dat was al van echt. We zijn al op het nemen. Zullen we opnieuw beginnen? Wil je nog een keer opnieuw? Ja. Ja, maar dan gaan we die wel gebruiken. Hè? Ja, is goed. Opnieuw. 3, 2, 1. Nog eentje, hier. Ja, maar er 2, hè? En dat gewoon binnen 10 keer. Dramatisch. Nee, is toch goed? We schrijven gewoon 2 op. Ja. Ja, is goed. Ja, laten we maar zeggen. Marco heeft 2 keer de lat geraakt, ook super knap. En hieronder de prijswinnaar van het MVV-shirt. Gefeliciteerd. En wil jij ook een shirt winnen? Dat kan. Raad hoeveel keer Clint Essers, want die komt de volgende keer, komt hij in de aflevering, de lat raakt. info@mvv.nl, stuur daar je antwoord naar. En wie weet komt dat shirt jouw kant op. Bedankt voor het kijken en we gaan terug naar de studio. Doei doei! Beste supporters en sponsoren van MVV. Wij als spelersgroep en als staf wensen jullie een fijne kerst en alvast een gelukkig nieuwjaar. En we hopen jullie snel in het nieuwe jaar weer te zien. Ja, die Marco die kan wel wat, hè? Ja. Zeker. Ja. Mitchell, jullie staan nu in de middenmoot. Wat mij opvalt aan de resultaten van de MVV is dat er, als jullie zeg maar een wedstrijd verliezen, en dan denk je van, nou, ze zitten er niet zo lekker in, winnen ze daarna weer. En andersom ook. Jullie hebben nog geen serie gemaakt, eerste seizoen zelf. Nee, klopt. Het is inderdaad een beetje wisselvallig. Dat merken we zelf ook. Daar wordt ook onderling over gesproken. Ja, dat is jammer, want ja, je hebt natuurlijk wel een beetje een team waar je op kan bouwen. En waar je ergens naartoe kan werken. Dus dat moet er wel zeker uit in de laatste helft van het seizoen. Ja. Als je iets wil bereiken natuurlijk. Ja, wat wil je bereiken? Ja, dus natuurlijk, iedereen wil natuurlijk het hoogst mogelijk. Ja. Maar wat is reëel om te bereiken? Ik denk dat we gewoon mee kunnen doen voor een plek om de play-offs. Ik denk dat wij daar ook, we hebben misschien niet het budget en het spelersmateriaal wat andere ploegen hebben. Wat ook voor die plek strijden. Maar ik denk als je sommige wedstrijden van ons ziet, dat we ons echt wel met hun kunnen meten. Alleen is jammer dan dat je dan misschien de week daarna, dan ja, val je weg, is misschien het verkeerde woord, maar dan gaat het stukken minder. Ja. Als je kijkt naar de wedstrijden tot nu toe, heeft MVV volgens jou ergens punten laten liggen? Of hebben jullie het puntenaantal wat jullie eigenlijk verdienen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk, het was gewoon jammer dat we de Roda thuis, ik denk als we die hadden uitgespeeld thuis, dan hadden we hem denk ik wel gewonnen. Ja. Nu ga je weg met een puntje die wat je daarna uitspeelt. Ja, ook niet slecht, je pakt een punt. Maar ik denk dat dat wel een wedstrijd waarvan iedereen zo in het veld iets had van ja, deze hadden we wel kunnen winnen. Als we helaas was het niet zo omdat het met de omstandigheden niet verder gevoerd kon worden. Ja. Hey, zo vlak voor kerst, wat zijn je plannen voor de feestdagen? Niks, gewoon met vrienden en familie. We gaan elke keer naar open oma en dan de dag daarna naar andere open oma van de andere kant. Dus, gewoon thuis, niks speciaals. Lekker eten en dan voorbereiden voor volgend jaar. Nou, een fijne kerst, fijne feestdagen. Ja, dankjewel, jullie ook. Ja, en dat wens ik de kijkers ook toe. En ik bedank jullie ook voor het kijken naar deze aflevering MVV TV Magazine. Graag tot in het nieuwe jaar. Supporters, sponsoren. Mijn eerste half jaar bij MVV Maastricht zit erop. Een bewogen half jaar, maar wel een half jaar waar ik enorm van genoten heb. Ik heb het uitstekend naar mijn zin. Ik heb genoten op de momenten dat we met vele mensen
getuigen waren van MBV in de Geuzelt. De steun die we van jullie hebben mogen ontvangen. Namens de staf, namens de spelersgroep en namens mezelf hoop ik dat we jullie in januari weer in ons mooie stadion mogen begroeten. En dat we hele vele mooie wedstrijden mogen zien van MBV, van jullie MBV. En dat we daarin succesvol mogen zijn. En ik wens jullie ik wens jullie uiteraard hele fijne feestdagen. Een gezond uiteinde en een heel sportief en voorspoedig 2022 gewenst. Maar bovenal heel veel gezondheid en daarbij hopelijk een heel succesvol MBV. Veel plezier de komende dagen. Geniet van je gezin, geniet van je familie en tot snel weer in de groep. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Supergame en Keno Media.